Er staat iets heel bijzonders gebeuren, want we zijn een fantastische attractie aan het bouwen. Symbolica. Wat een lang gekoesterde wens is binnen de Efteling. En daar zijn we heel druk mee bezig. En het wordt iets fantastisch. De Efteling heeft een rijke geschiedenis als het gaat om bijzondere attracties voor jong en oud. In de zomer van 2017 wordt aan die indrukwekkende rij de nieuwste en grootste overdekte familieattractie toegevoegd. Symbolica. Als ontwerper is het een droom om met elkaar aan zoiets groots en zoiets moois te mogen bouwen. En ja, dat doen we hier elke dag opnieuw. En dat maakt het ook zo bijzonder. Er wordt druk gebouwd aan het Paleis der Fantasie dat zijn deuren opent in het jaar dat de Efteling 65 jaar bestaat. Dit is de Making of Symbolica. De Efteling is al heel lang beroemd om zijn overdekte attracties, zijn dark rides. En toch vonden we dat in het verlengde van die overdekte attracties, die dark rides, dat we weer een nieuw pareltje moesten toevoegen. Ja, en dat wordt Symbolica. Wat een lang gekoesterde wens is binnen de Efteling. En we zijn er al zo'n 2 jaar mee bezig. Eigenlijk daarvoor ook al. Het wordt iets fantastisch. Echt dat je denkt, wow. Een team van ontwerpers werkt aan de fantasievolle wereld van Symbolica. Van de eerste ruwe schetsen tot aan de kleinste details. De nieuwste attractie is een logische stap in de ontwikkeling van de Efteling. Symbolica begint bij de visie van de Efteling. Het doorgroeien naar 5 miljoen bezoekers in 2020. En om dat te bereiken is deze grote vraag van directie er gekomen. En als ontwerper is het een droom om met elkaar aan zoiets groots en zoiets moois te mogen bouwen. En ja, dat doen we hier elke dag opnieuw. En het is uniek voor ons allemaal om aan zo'n grote dark ride te mogen werken. Waarvan de schaal enorm is. Maar om daar eigenlijk de mate van detaillering en het verhaal erin te brengen, dat is heel bijzonder om met elkaar mee te maken. Het start met een idee en in dit geval ook de gedachtenwereld van Henny Knoet. Om dat vorm te geven, om daaraan te draaien en dat verder te ontwikkelen en met elkaar verder te brengen, dat is heel bijzonder. De fantasiewereld van Symbolica is de droom van Henny Knoet, geestelijk vader van Pardoes. Zijn droom krijgt nu vorm in de realisatie van het indrukwekkende Paleis der Fantasie. Eigenlijk gaan we straks op audiëntie bij de koning van het Rijk Symbolica. En dat is koning Pardulfus. Ja, en dat gaat men beleven. En dat is prachtig. Het unieke van de karakters, van de wereld. Want het is allemaal destijds door Henny Knoet, ontwerper van de Efteling. Helaas is hij inmiddels overleden. Samen met Sander de Bruin is er een prachtig boek verschenen. Een prachtig stijlboek, dat heb ik hier. Dat is het boek Symbolica. En daar staat alles in. Over de wereld van Symbolica en de karakters. En dat boek hebben we gebruikt als inspiratie. Ja, en die fantasie, dat is het thema, die willen we heel graag terugbrengen. En mensen weer, bezoekers weer laten zien wat fantasie is. Sinds het begin van 2016 is de bouw in volle gang en is er door vele vakmensen hard gewerkt aan wat straks het paleis gaat worden. Bezoekers gaan straks in Symbolica een heel avontuur meemaken. Zij komen eigenlijk op uitnodiging van koning Pardulfus, betreden zij het paleis om een audiëntie te brengen aan de koning. Maar op het moment dat wij het paleis binnentreden en denken de audiëntie te plegen bij de koning, komt er eigenlijk een twist in het verhaal en komen wij op ruimtes in het paleis waar we eigenlijk niet geacht worden te zijn. En dan ontrolt zich een heel avontuur. Je moet iets creëren wat internationaal aanslaat. Dat geldt ook voor Fata Morgana en Droomvlucht. Dat geldt ook voor Symbolica. En dat betekent dat iedereen, de hele familie, opa's, oma's, kinderen, die moeten die attractie kunnen bezoeken. Dus dat betekent dat je rekening houdt met het feit dat je een capaciteit bouwt en maakt. En ook een pracht bouwt en maakt waar iedereen van zegt, wow, dat is fantastisch, daar wil ik heen, daar wil ik zijn. En dat kost geld. En dat hebben we heel goed doordacht en overwogen om vervolgens te zeggen, go. En dat is nu 1,5 jaar geleden. En wat het mooiste is dat opa's, oma's, vaders, moeders, ooms en tantes reageren op het kind. En let maar op, het kind gaat helemaal fantasievol uit zijn dak. Elk jaar en elke dag schrijven we geschiedenis vanwege het feit dat hier voor het eerst een kindje komt van 3 jaar. En dat beleeft voor het eerst de Efteling in het Sprookjesbos. Hij komt het langs de draken. En pa en ma hebben die herinnering. Herinnering aan vroeger, want die waren ze ook geweest. Ze hebben ook die foto op die paddenstoel. En elke dag schrijven wij een stukje geschiedenis daarin. En we mogen dat al 65 jaar doen. Daar mogen we heel trots op zijn. Maar ook heel dankbaar voor dat kan. En dat meisje van 3, wat over 20 jaar 23 is, zegt, ja, maar toen was ik met papa en mama voor het eerst in Symbolica. En nu ben ik er weer. En het ziet er weer fantastisch uit.
De komende tijd kun je in de Making of Symbolica de bouw van de nieuwe Efteling-attractie volgen. Abonneer je op het Efteling YouTube-kanaal en mis geen enkele video van de Making of Symbolica.